We hebben in Nijmegen alleen al 40, ja, weliswaar kleine incidentjes gehad. Hè. Vuilnishopend brand, een schuurtje bijna brand, een balkon waar brand komt. Maar dat zijn absurde getallen voor een nacht. Als we 365 nachten dit soort getallen hadden, met een inzet van honderden politiemensen, brandweermensen, ambulancemedewerkers, gemeentemedewerkers. Ik vind dit een volstrekt uit de hand gelopen feest. Ja, en dan pakken we nog even het rivierengebied erbij, waar toch ook altijd het nodige gebeurt. Dan wordt het aantal incidenten nog veel hoger. Om het precies te zijn, wat ik nu weet, 187. Dat zijn er 10 meer dan vorig jaar. Kijk, waarom kun je dat relatief rustig noemen? Omdat het nooit ergens helemaal uit de handen loopt. Nergens heeft de brandweer of zo flink hoeven opschalen. Maar dit zijn geen normale getallen, beste mensen. Als dit zou gebeuren in een fractie bij een normaal evenement, zou elke burgemeester in dit land zeggen, volgend jaar geen vergunning meer. En ik snak ernaar dat we volgend jaar oud opnieuw maar eens overslaan. Zo gaat dat niet. Want de inzet die jullie moeten plegen daarvoor, die is buitenproportioneel, vindt u? Ja, vind ik wel. Als we die niet zouden plegen, dan waren vast en zeker ongelukken gebeurd. Met misschien ook wel noodlottige gevolgen voor mensen en dieren. Nogmaals, als dit een normaal evenement met een vergunning was, zou het volgend jaar van mij nooit een vergunning krijgen. De teksten van premier Rutte, daar kunt u zich ook in vinden. Die zegt van, ja, dat soort mensen zijn idioten die hulpdiensten op die manier bejegenen. Ja, weet u, natuurlijk is dat idiote gedrag en absoluut niet goed te praten. Maar ik vind het ook weer gemakkelijk om het daarbij te laten. En dat doet dan ook. Ik vind dat er een statement zou moeten komen, zowel van de premier als van mijzelf en andere mensen die er invloed op hebben. Hoe gaat u zich daar sterk voor maken om dat de komende jaren voor elkaar te krijgen dat het die kant op gaat? Dat het misschien ook echt beleid wordt? Nou kijk, in het eerste moment gaat het in ieder geval over een paar maanden volgen, zoals ook al aangekondigd in onze gemeenteraad. We gaan nadenken, hoe gaan we om met vuurwerk in deze stad? En ik zeg heel eerlijk, ik heb me, als u mij 10 jaar geleden deze vraag had gesteld, was ik echt van de strekking van, het is een traditie, moet je accepteren. Het is een beetje overlast, maar dat gaat wel. Ik ga nu echt wel langzaam steeds meer het punt nadenken, ik zeg dat ik heel veel heel strenge verbodsbepaling ben. Ik weet dat die niet ideaal zijn, ik weet dat die heel veel discussie oproepen, maar laten we die discussie dan ook maar eens met elkaar voeren. Ik voeg er wel één ding aan toe. Het gaat hier niet alleen over vuurwerk. Het gaat hier ook absoluut over alcohol. Dan moet je het ook over hebben hoe wij alcoholverstrekking toestaan, waardoor mensen gekke dingen gaan doen en die aanwezige vuurpijl gaan benutten om daarmee de vuilnisbakken aan te steken. Alles heeft een oorzaak en gevolg. En vuurwerk is als zodanig slechts het middel, hè? Niet de oorzaak van de ellende.